Oké, hey, hallo allemaal, welkom weer bij Stardew Valley. Holy shit, het is zover. Ja, daar ben ik mee op. Omdat ik in mijn huis neer ben gegaan, heeft het mij dus alleen mijn energie gekost. Maar zoals je ziet, een hele groep van deze planten zijn gewoon gegroeid. En dat is hartstikke goed, want dat is natuurlijk mijn dank aan wat er was gebeurd. Die fairy die ineens op bezoek kwam, was haar werk. Ik heb actueel al 2 corn defucking. Ik heb basically al 2 corn met een gouden ster. Maar ancient fruit is ook gewoon gegroeid. In ieder geval, laten we hopen dat dit een goed event wordt. Maar ja, dat het een goed event wordt, weet ik al, maar... Oké. Dit wordt leuk. Alles wat eruit ziet alsof het net geplant is. En alles wat eruit ziet als een plant die ik actueel echt mee ga nemen. In het volgende seizoen. Dit mag allemaal doodgaan. Dat is er geen plant die ik meeneem. En de chili planten, die gaan ook niet mee. Hoe gaat dit is de... Oh shit. Dit is de laatste dag van dit seizoen. Dus ik ga er heel erg veel mee moeten uitkijken. Ik ga actueel... langs winkels kan ik niet. Alhoewel, het event begint pas om 10 uur. Dus ik ga even wat starters kopen. Oké, hoeveel kippen kan ik kopen? Als ik gewoon eventjes... Denk je zo'n 10 starters of zo? Ja, met 10 starters bedoel ik natuurlijk voor gras. Starten en dan ga ik daarna zoveel mogelijk kip proberen te kopen. Winkels zijn gewoon open, nice. Oké, 10 grass starters. Want ik wil actueel de kippen natuurlijk een beetje plezier geven. En dat bedoel ik natuurlijk wel dat ik ze gewoon... Hoe heet het nou? Ik wil ervoor zorgen dat ze ook gewoon buiten gras kunnen eten, want dat is best wel belangrijk. Dat gaan ze wel leuk vinden, denk ik. Al dat gras daar.
Maar ik ga ook iedere dag ga ik bij zijn wennen moeten. Ik ga iedere dag ga ik zijn keetje moeten aaien, voor zover ik weet. Dus dat doe ik ook. Tijd om het aantal kippen te kopen wat ik kan kopen. Ik ga zo meteen even kijken hoeveel ik precies qua hay heb. Ik heb geen idee hoe lang het duurt voordat een kip groeit, want je begint wel echt gewoon met babykippen. En je moet gewoon basically, de kippen moeten gewoon groeien. Wauw. Oké. During winter. De reden dat ik die nu koop is omdat ik zeker dat ik het nodig heb. Ik jou uiteindelijk ook nodig heb, dus die koop ik ook alvast. Oh, dit zijn trouwens die shorts. Ik ga op het naam die hun van mij selecteren. Het komt maar per kip. Dit ga ik gebruiken om verder te gaan met die bundel. Want ik kan het niet aan. Oh, trouwens, als ik nog even heel snel hier controleer. Dit is ook handig om te doen. Hierdoor gaan we hier veel meer van die random bloemen ook. Van die random planten die alleen maar bepaalde dingen kan tegenkomen. Ik wil toevallig haar gifts gaan geven. Ik heb toch het idee van ja, dat gaat nodig zijn. Oh, het zijn heads die verkopen trouwens pas vanaf het moment dat ik een achievement heb. Je krijgt actueel ook berichten erover, dus. Dit is bij je eerste achievement die je haalt in heel het spel. Dus vanaf dat moment begint hij al met het verkopen van een bepaalde hoed. Oké, ik heb in ieder geval een aantal animals. Gewoon eventjes 4 kippen. Dus zometeen in de herfst. Dan heb ik binnenkort volgroeide kippen. En zodra ik volgroeide kippen heb, dan gaat het leuk worden. Het
is handig om de deur open te doen ook voor kippen. Dat deurtje. Let wel op. De kippen moeten eigenlijk weer... Daar moet het eigenlijk weer dicht. Ze kunnen slechte dieren in de toekomen. Goed, het event begint om 10 uur. Wat wil ik gedaan hebben voor de tijd? Ik wil minimaal Hanneke beginnen, want ik moet haar kamer in, de shorts daarop halen en die dan terugbrengen naar Louis. Probleem is... is dat ik momenteel gewoon er niet eens naartoe kan. Oké, er is in principe niks. Maar basically moet je ook iedere dag dan een keertje met iemand praten. Ook iedere dag dat je met dezelfde persoon praat, dat helpt ook heel erg. Want als je een keertje niet met die persoon praat, dan gaat het ook relatief gezien dingetje omlaag. En dat wil je niet op het moment dat je iemand kamer in wil om iets mee te nemen. Waarschijnlijk omdat de laatste dag van de zomer is, groeit er niks momenteel. Hey, zo waarschijnlijk waar ze hier zijn. Ah, hier valt een bundel. Ik heb de express gewoon daarvoor gekocht. De milk en de shares heb ik natuurlijk voor het geval dat ik binnenkort al naar schapen overga. Of dat ik binnenkort naar koeien overga. Eén van de twee, maakt niet uit welke. Maar dieren worden niet mijn hoofddingetje. Het is wel eventjes nu hetgeen wat mij het meest gaat opleveren. Maar ik denk dat zodra ik mijn pickaxe laat upgraden, dat we dan echt in het ritje gaan zitten. Dan ga ik ook beter kunnen minen. Dan ga ik ijzer ophalen. Laat ik mijn pickaxe heel snel daarna al nog een keer upgraden. Als je pickaxe een paar keer achter elkaar laat upgraden, dat werkt heel erg goed. Axe, die hoef ik niet meer te laten twisten. Axe kan voor mij alleen met goud nog, denk ik. Maar ik wil deze stenen kunnen weghalen, dus moet ik een pickaxe twee keer op dit moment nog voor upgraden. Oké, zit op mijn chests. Oké, ik wil deze allebei hebben. Cheese press, die ga ik maken en ik ga de mayonnaise machine maken. Ik heb koper nodig. En het probleem is, niet zo weinig ook. Oké, dit is mayonaise. De cheese press zet ik nog niet neer. Daarvoor moet ik eerst de koeien hebben.
50 hout nodig. Nou, actueel om 10 uur begint het event. Oké, mooi. Kippen zijn binnen, deurtje is dicht. The Dance of Jellies. Oké. Ik ga daar... Ik denk 4 chesten als elkaar neerzetten. Even nu maakt het niet even helemaal uit wat waarin gaat. Het enige wat ik wel een truc even moet doen. Want er is dat het bij de beach is momenteel. Want ik ga natuurlijk wel naar het event toe. Het vorige event heb ik gemist omdat ik naar die trein toe wilde. Nou, die trein heb ik gemist. Dus wil ik naar dit event. Maar laat het alsjeblieft hier zijn. Ach, die zag ik eerst boven nog. Good evening, Drew. The moonlight jellies are close. I already saw one glowing in the distance. Won't you launch the candle boat? Come up to the docks and say hello. Oh, there are babies this year. Die zijn er, voor zover ik weet. What do you think? Should I launch the boat now? Yes. Yes, please. Oh, er komt licht aan. The jellyfishes. Je ziet, er zit ook kleintjes tussen. Zie je dat beest bovenin ook gewoon? En er zit een groene tussen. Onder mij. The glow of summer has faded now, and the moonlight jellies carry on toward the great unknown. Wij zijn terug bij de farm en wij gaan pitten. En wij gaan kijken.
wat talenten. Oh nee, niet talenten, wat de herfst van ons in petto heeft. Een kleine 4000 hebben we verdiend. Hoeveel hebben we verdiend aan? De Asian Fruit is 1025 is. Oké, mooi. Nice. Starfruit 880. Nice. In ieder geval, ik ga het heel erg simpel maken en dat is tot de volgende keer.